Welkom, lieve vuurtekens. Vandaag de lightseerster en de tea leaves. We gaan kijken wat er te tafel komt. Dat kan zijn liefde, dat kan zijn het werk, dat kan zijn persoonlijke ontwikkeling, dat kan zijn de connecties met familieleden, vrienden. Wat het dan ook is, als het ter tafel komt, dan moet het ook zo zijn. Kijk even, dit is dus de reading voor de vuurtekens. Dat zijn de rammen, de leeuwen en de steenbokken. Kijk even als je daar sterke plaatsingen in hebt of als je te maken hebt met zo iemand, dan kan je daar wijzer uit worden. Het kan zijn dat je ziet waar de persoon mee bezig is. Of als je gewoon ontzettend nieuwsgierig bent in de ander, kan je zo ook een tipje van de sluier meekrijgen. Wat mogen wij weten voor de vuurtekens? Ik begin met rammen. Wat mogen wij weten voor de rammen? Je wordt geholpen door een belangrijke vriend. Ik heb het gevoel dat het een overleden dierbare is in de hemel, hoor ik. En die waakt over jou. Voor sommigen is dat je eigen vader. Voor sommigen zijn dat je beide ouders. Je voelt je af en toe behoorlijk leeg. Dat kan zijn dat je meer potentieel in je leven mag ontwikkelen. Dus dat je het gevoel aan gebrek hebt in de liefde, op geldvlak of op doelstellingen, dat je niet mist. Ik denk dat je een te solide leven hebt. Dus jij hebt een je hebt iets opgebouwd voor jezelf. Maar dat is te solide. Dat is te. Je bent die comfortzone, daar ben je uitgegroeid. Dus je mag nu meer nieuwe dingen naar je toe trekken. Zodat je meer vervulling krijgt. Dat is ook die leegte die je voelt. Wat mogen wij weten over die overleden dierbaren? Deze persoon die wil dat je gelukkig wordt. Deze persoon ziet dat je van het leven geniet. En deze persoon was zelf ook een levensgenieter. Deze persoon ziet dat jij soms niet al de beste beslissingen neemt. Dat je soms je broek achterna loopt. Dat je soms met drie vrouwen tegelijk bent. En dat je daardoor problemen, onnodige problemen op je hals haalt. Je hebt een bepaalde seksuele obsessie. Die leegte die je in je hebt, dat moet je eerst aankijken. Dat kan zijn gebrek aan zelfliefde bijvoorbeeld. Want jouw ouders die waren altijd samen, altijd druk aan het werk. En die hadden weinig of geen tijd voor de kids. En dat is een leegte die jij voelt, die jij probeert op te vullen met uitgaan, drank en seks. En dat gaat nu tegen je werken. Je ouders die hebben wel iets voor je achtergelaten. Het kan zijn dat je een huis hebt kunnen kopen. Ze proberen tot je door te dringen. In je droomfase proberen ze contact met je te maken om jou te waarschuwen. Ga die leegte niet meer opvullen met waar je dat nu mee doet. Maar probeer trouw aan jezelf te zijn. Probeer te werken aan jezelf. Dat jij vooruit komt. Dat jij dus die leegte niet hoeft op te vullen met die seksuele escapades en met drank. Wat nog meer? Zodat je dus vooruit kan komen. Zodat je dus niet iedere keer leegte op leegte voelt. En dat je dus terug in balans kunt raken. Want als je op een gegeven moment die leegte niet meer hoeft op te vullen, omdat je dus zelfliefde hebt mogen ontwikkelen, dan loop jij niks meer na te jagen. Dan kom je tot rust. Het kan zijn dat je ouders of je vader of je beide ouders jou iets nagelaten hebben, waardoor je dus nu zeg maar je eigen bedrijf of je eigen woning hebt kunnen kopen. Ze hopen dat je daarvan kunt genieten.
Ik denk dat jij zelf heel trots bent dat je nu een huizenbezitter bent en dat je jezelf kunt onderdompelen in de luxe waar zij dus keihard voor hebben gewerkt. Alleen ik denk dat dat ook een keerzijde heeft, want ze hebben dus er wel voor gezorgd dat de kinderen er warmpjes nu bij zitten, maar ze zijn zelf altijd zoveel bezig geweest met het werk. Dat daarom onder andere jij, en ik weet niet of jouw broers en zussen daar ook last van hebben, dat je die leegte met die leegte achterblijft. En dat is niet alleen de leegte die je voelt omdat je ouders er niet meer zijn. Eerst ging je moeder, toen ging je vader. Maar die leegte zit voornamelijk in jou, omdat je ouders dag en nacht bezig waren met het werk en niet zozeer met de kinderen. Wat is het advies voor de ram? Klim op de ladder richting succes. Dus laat dat partyingen, laat die drama, laat dat overspel, laat dat nou achter je. En ga aan dat tekort werken. Het wordt tijd dat je in actie komt. Nou, wat zeg ik net? En misschien heb je ook sterke leeuwplaatsingen. Anders dan blijf je ontzettend instabiel. Je neemt ook geen beslissingen. Je laat je leven maar een beetje op zijn beloop. En het gaat je steeds meer tegenstaan. Dus doe daar wat mee. Oké. Wat mogen wij weten voor de leeuwen? Voor de leeuwen. Wat mogen wij weten voor de leeuwen? Ik denk dat de leeuw heel erg bezig is met onafhankelijkheid. Maar toch komt er iets op hun pad waar ze een beetje met argusogen naar kijken. Dus het kan zijn dat er iets getriggerd wordt, of kan zijn dat die onafhankelijkheid dat die lonkt, maar dat die toch ook wel de nodige risico's, sorry, met zich meebrengt of dat jij je onnodig zorgen maakt. Je mag je ergens van verlossen, je mag iets loslaten. Sowieso iets loslaten wat een sta in de weg is. Dat krijg ik door. Kijk eens joh, die energie gaat alle kanten uit. Ik denk dat je meer tot rust mag komen. Het gaat echt alle kanten uit. Ik ben heel vurig. Maar het kan ook te vurig zijn natuurlijk. Voor de leeuw. Wat mogen wij weten? De meest belangrijke berichten voor de leeuw. Karma. Je krijgt wat je zaait. Er komt verandering ten goede van je. En er komt een einde aan een bepaalde teleurstelling. Dus het kan zijn. Dat je teleurstellingen in je leven hebt gehad door karma, maar omdat jij veranderd bent in positief opzicht, kan jij op een gegeven moment die teleurstellingen als verleden tijd beschouwen. Het is uiteindelijk tot je doorgedrongen dat je wel degelijk invloed hebt op je eigen leven, ten negatieve, ten positieve. Het kan zijn dat je zelf wat blokkades hebt ontwikkeld op je eigen weg. Maar je beseft nu ook dat je meer mag openstaan. Die verandering die heb je zelf gemanifesteerd ten goede. En je had wat teleurstellingen, maar je krijgt daar steeds duidelijker inzichten over hoe jij dit kunt veranderen, wat je ervan kunt leren. Ik denk qua karma, daar heb je al heel veel dingen uitgezuiverd, maar er zijn toch nog wel wat zaken die je aan mag kijken. Je bent zeer creatief en je bent de laatste tijd vanuit een positieve modus ben je aan het zaaien. Dus dat zal natuurlijk ook meer en meer een positieve transformatie geven. Het kan zijn dat er een nieuwe liefde op je pad komt. En dat jouw wensvervulling gaat geven. Het kan zijn dat je in beginsel veel karma had, omdat je steeds
niet die ware partner op je pad kreeg, maar daar komt nu een einde aan. Positieve karma ben je dus aan het zaaien. En ik denk dat er binnenkort komt er communicatie of duidelijkheid over een nieuw begin in de liefde. En dat zal zich heel snel gaan ontwikkelen. En ik denk dat je dus ziet dat dit jouw wensvervulling is. En dat je vooruit bent geraakt. Dus dat je merkt van door het besef te krijgen in van hoe je zelf sturing geeft aan je leven, positief karma, negatieve karma. Dat je zelf het wiel hebt doen draaien door uiteindelijk negatieve karma op te lossen, positieve karma en ook uit te zuiveren, positieve karma te ontwikkelen door goede dingen te doen, door goed voor jezelf te zijn. En daardoor heb jij dus zaken getransformeerd ten goede van jezelf en laat jij steeds meer de teleurstelling achter je. Wat is het advies voor de leeuw? Ja, je hebt nu een bepaald respect wat je afdwingt. Er is een bepaalde wens niet in vervulling gegaan. Daar was jij wel wat over teleurgesteld, maar goed, je hebt het losgelaten. En daarentegen, omdat je dit nu hebt losgelaten, krijg jij dus daar weer positief karma voor. Heel mooi. Wat mogen wij weten voor de boogschutters? Dus heb jij sterke plaatsingen? Heb jij met de boogschutter te maken? Of voel jij gewoon van, ik moet nog naar deze reading blijven kijken? Blijf gewoon zeker kijken. Als het resoneert, mensen, geef dat dan aan in een positieve comment hier onder het filmpje. Wat mogen wij weten voor de boogschutters? Meest belangrijke berichten voor de boogschutters. Even kijken. De sleutel naar succes. Pas op voor je trots. Dus het kan zijn dat je ook wat leeuwplaatsingen hebt. En probeer je leven balans te houden. Dus je komt succesvol uit problemen. Dus je ziet bepaalde praktische oplossingen. Maar wees wel je bewust van dat er misschien nog wat trots in de weg kan zitten. Wat misschien dit een omweg maakt. Dus normaal gesproken heb je dus de sleutel dat die zorgt voor de oplossingen voor problemen, zodat je terug in balans komt. Maar het kan zijn dat hier een tussenfase zit, omdat jij dus te trots bent en dat je dus dat misschien dat je daardoor met een omweg pas richting balans gaat. Zo. Wat een ingewikkelde uitleg, sorry. Die sleutel, ja, je zit met een bepaald besluit, een bepaalde keuze. Het kan zijn een keuze tussen een boogschutter en een tweeling. En je vindt dat een hele moeilijke keuze. Maar uiteindelijk ga je toch die keuze maken. Ook al heb je daar op dit moment slapeloze nachten over. Deze wilde ook eruit komen. Maar je gaat naar rustig vaarwater. Pas op je trots. Het kan zijn dat je een bepaald persoon niet los durft te laten door je trots. Maar laat je trots los, want dan komt er balans, komt stabiliteit en dan weet je ook veel beter wat bij je past. Ik denk dat het je ook helpt om je af te zonderen in meditatie of in gebed te gaan, zodat je de juiste keuze maakt, zodat je dus ook die verbintenis met het universum hebt, zodat je weet ook wat het beste is om voor te kiezen. Je gaat terug in balans komen. Het kan zijn dat je in balans was, dat er iets gebeurd is wat jou uit balans bracht. En dat je nu wederom terug weer in balans komt. Hè, je wensen komen weer uit en je gaat vooruit. En ik denk dat dat te maken heeft uiteindelijk door hier de juiste keuze te maken en in rustig vaarwater te komen. Ik denk dat je uiteindelijk hier voor de tweeling hebt gekozen en niet voor de boogschutter. En dat dat voor die vooruitgang heeft gezorgd.
Het kan ook zijn dat je voor je passie hebt gekozen en niet voor de dualiteit of degene die jou altijd drama en dualiteit bracht. Wat is het advies? Advies is van een nieuw persoon komt je leven binnen, iemand op afstand denkt aan je en blijf doorzetten, want uiteindelijk zal je je problemen overkomen en dat heb je hier dus ook gedaan. Dus dat is jullie advies, jullie reading. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Namaste.